Hier heb ik nieuws dat ons allemaal zeker heeft verrast, Feyenoord Rotterdam supporter. Niemand was voorbereid op deze bom die net op onze club is ingeslagen. De beslissing is genomen, de kogel is door de kerk en dit is zo'n onverwachte wending die het hart van iedere gepassioneerde fan raakt. Deze plotselinge aankondiging heeft ons allemaal door elkaar geschud en doet de supporters zich afvragen wat dit kan betekenen voor de toekomst van ons Feyenoord. Juist nu we dachten dat we op een veelbelovende koers zaten. Voordat we verder gaan Supporter, vergeet niet je te abonneren op ons kanaal, zodat je geen enkele update mist en altijd op de hoogte bent van alles wat met ons geliefde Feyenoord te maken heeft. Vandaag heb ik twee primeurnieuwtjes voor jou, Feyenoord Rotterdam supporter. Laten we direct ter zake komen. Het eerste nieuws. We hebben twijfel over de beschikbaarheid van de Japanse spits Ayase Ueda voor de wedstrijd van aanstaande zondag tegen FC Utrecht. Volgens journalist Mikos Gauka, die dit op X, het voormalige Twitter, heeft gedeeld, is Ueda's zieke vorm niet op zijn best, wat het onzeker maakt of hij een dag voor de clash in de Galgenwaard in de basis zal staan. De speler moet een race tegen de klok voeren om zijn plek in de aanval te garanderen. Zonder Ueda op het veld ontstaat er een bijzondere kans voor Julian Caranza, die mogelijk zijn debuut als basisspeler kan maken onder coach Braje Priske. Carranza heeft hard getraind en volgens de technische staf is hij klaar om zijn talent te laten zien in deze belangrijke wedstrijd. Daarnaast Mocht Ueda inderdaad niet spelen, zal de 18-jarige IJme Slit de optie zijn om de nodige breedte in de aanval te behouden. Hij zal met het team meer reizen naar Utrecht. De verwachtingen zijn hoog gespannen en de fans wachten vol spanning om te zien hoe het team zich zal aanpassen aan deze mogelijke veranderingen. Nu is het afwachten hoe Priske de aanval zal organiseren en hopen dat Caranza en Slit een goede wedstrijd spelen, mocht het daadwerkelijk zover komen. Immers, elke wedstrijd is belangrijk om Feyenoord aan de top van de competitie te houden. Tweede Nieuws. De UEFA heeft besloten Feyenoord te straffen met een boete van bijna 35.000 euro na de laatste Champions League-wedstrijden. Dat klopt, supporter. De club ontving sancties voor incidenten met de supporters tijdens de wedstrijden tegen Bayer Leverkusen, thuis, en Girona FC, uit. Deze informatie werd gepubliceerd door de Europese Voetbalbond op hun officiële website. Tijdens de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen, die we helaas met een nederlaag in ons stadion afsloten, constateerde de UEFA dat Supporters de doorgangen op de trappen blokkeerden, wat in strijd is met de veiligheidseisen van het toernooi. Door deze overtreding werd Feyenoord beboet met 24.000 euro. Daarnaast bracht de uitwedstrijd tegen Girona FC ook gevolgen met zich mee. Tijdens de overwinning op het Spaanse team wierpen enkele supporters drankjes naar aangrenzende secties, wat leidde tot een extra boete van 9625 euro. Zoals iedereen weet, heeft Feyenoord een gepassioneerde en trouwe aanhang die het team zelfs in de moeilijkste uitdagingen. Volgt. Maar het is belangrijk te onthouden dat elk ongepast gedrag een zware prijs kan hebben voor de club. Met deze straffen moet Feyenoord extra voorzichtig zijn met de veiligheid tijdens wedstrijden om financiële schade te voorkomen die de club en zijn budget voor het seizoen rechtstreeks kunnen beïnvloeden. Deze situatie dient als waarschuwing voor iedereen, zowel voor de club als voor ons, de supporters, over het belang van het respecteren van de regels, vooral in zulke belangrijke competities als de Champions League. Laten we Feyenoord dus samen op een verandering. Antwoorden manier steunen, waarbij we onze passie binnen de grenzen van reden houden. Dat is wat ons sterk en gefocust zal houden op wat echt telt: het succes van het team op het veld.